Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video op FIFA&LD en een nieuwe aflevering van de Vision Digger. En deze aflevering zal volop huishoudelijke mededelingen zijn, dus ik zal maar beginnen met het belangrijkste. En dat is dat er volgende week misschien een mogelijkheid bestaat dat ik niet zal uploaden. En dat is aangezien ik een testweek heb volgende week en zoals jullie allemaal weten gaat school voor YouTube. Dus als er volgende week geen video is, dan weten jullie nu waarom. Maar waarschijnlijk zal ik echt wel wat tijd vrij hebben om een beetje te editen en een aflevering in te spreken. Ook heb ik namen nodig voor mijn nieuwe serie. Zoals ik al zei, ik ga van A tot Z van head-to-head doen. En dus moet ik 3 teams hebben van dezelfde letter. Dus bijvoorbeeld van A, Atletico Bilbao en Ajax, et cetera. En dan gewoon 3 namen. Dus als je 3 teams hebt met dezelfde letter, met dezelfde beginnende letter, dan zet ze eventjes in de comments. Dan kan ik alvast vooruit filmen. Aangezien ik anders heel veel onnodig voor Xbox Live moet betalen. En Xbox Live is niet echt de allergoedkoopste service die er bestaat. Dan nog de nieuwe intro en outro. Zoals jullie al in de voorgaande video's van FIFA&LD hebben kunnen zien, hebben wij een nieuwe intro en outro. Dus ik wil eventjes jullie mening erover weten. Of jullie hem cool vinden of dat jullie hem echt leuk vinden. Of dat jullie de oude of de nieuwe wat leuker vinden. Ik vind persoonlijk deze echt heel vet. Ik vind de muziek van de intro en outro ook heel vet. Ik ben wel echt een heel erg fan van het genre. Maar laat eens maar jullie meningen erover weten. Ik ben heel erg benieuwd. En als laatste FPS&LD. Voor de mensen die nog niet veel van mee hebben gekregen. Ik ga nu ook samen met Joris, oftewel Paradoxia HD, ga ik een serie doen op FPS&LD. En voor de mensen die niet eens weten wat FPS betekent, betekent First Person Shooter. En wij gaan daar samen een Spec Ops serie doen. Spec Ops kennen jullie waarschijnlijk al van Call of Duty. Dat is dat je met z'n twee allemaal missies moet doen. En aangezien wij twee samen een dynamisch duo zijn, hadden wij heel erg veel zin om een Spec Ops serie te gaan doen. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, wij uploaden iedere woensdag. Dus ik zou zeggen, ga snel naar dat kanaal en abonneer daarop. En dat is het voor de huishoudelijke mededelingen van deze aflevering. En ondertussen zijn we aangekomen bij de derde wedstrijd in deze aflevering nadat ik de allereerste met maar liefst 9-2 had gewonnen. Ik had die tegenstander echt gewoon helemaal afgeslacht. En de tweede wedstrijd was heel wat spannender. Ik wist nog in de 24e minuut met heel wat geluk met Piszczek de 1-0 te maken. Maar het had eigenlijk allebei de kant in kunnen gaan. Hier de derde wedstrijd win ik met 1-0 nadat mijn tegenstander waarschijnlijk zijn internet uitviel. Maar het was niet echt de allerbeste tegenstander, dus waarschijnlijk had ik de wedstrijd al gewonnen. Maar natuurlijk, dat doet er niet toe, de 3 punten zijn binnen. En in mijn vierde wedstrijd besloot ik om Italië te zijn, aangezien ze een aardig team hebben met Balotelli die een heel krachtig schot heeft en ze hebben Sharawi. Die nu echt gewoon in bloedvorm is. En ik moest tegen Real Madrid. En Real Madrid weet je het maar nooit meer. Dus ik besloot ook om geen onnodige kansen niet te benutten. Of gewoon al mijn kansen te benutten eigenlijk. En daardoor scoorde ik dus de tactische voorzet met De Rossi. Hier wist Giovinco niet te scoren. Was eigenlijk bijna wel een open kans. En hier nog een keer El Shaarawy. Die niet weet te scoren. En ik dacht van hij moet er toch wel een keer in. En God besloot dus maar te luisteren naar mijn roepingen. En hier zie je dus echt het slechtste keeperswerk ooit. Ik weet niet wat de keeper daaraan doen was. Maar natuurlijk die goal. Die neem ik gewoon. Balotelli scoort het 2-0. En hier heeft Balotelli weer een goede kans. Maar de keeper staat goed op te letten. En weet mijn schot te keren. Hier volgt dan toch de 3-0 in de 68e minuut. En hij wist nog wel meteen daarna eigenlijk al 1 goal terug te krijgen. Hier met Di Maria voor te geven. Trouwens, die 2 sterren weakfoot van Di Maria klopt helemaal niks. Van zoals jullie weten, ik speel heel veel Virgin Gaming. En Özil en Di Maria kunnen zo goed met een rechter schieten. Ook al hebben ze maar 2 sterren weakfoot. Dus dan weten jullie dat alvast voor head-to-head. Als je gewoon head-to-head speelt, schiet gewoon gerust met een rechtervoet. Want ze kunnen steeds zeer goed ermee schieten. En ik scoorde dus de 4-1. En hier had hij nog 1 klein goed kansje. Maar Buffon stond daar goed op te letten. Kon de bal gewoon opvangen. En dat is ook hoe de wedstrijd eindigde. En dat is alweer het einde van de aflevering. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als je hem leuk vond, vergeet hem niet een leuk beoordeling te geven. Want het helpt echt. Vergeet ons niet te volgen op Facebook. Vergeet dus niet te liken op Facebook en te volgen op Twitter. En dan tot de volgende keer. En zoals het op zijn Brabant zeggen. Houdoe.